In deze video lees ik twee stukken uit de Surinaamse media voor, beide verschenen in dagblad De West op 18 september 2024. Het eerste artikel behandelt de oproep van Win Bakker, lid van de NPS, voor vernieuwing binnen de partij. Bakker uit zijn bezorgdheid over het huidige leiderschap en pleit voor meer democratie binnen de partijstructuur. Het tweede artikel richt zich op de recente stijging van de wisselkoers na de aankondiging van loonsverhogingen door de overheid. Steven Deby besat. Voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname legt uit hoe deze en andere factoren invloed hebben op de koers. Het eerste stuk staat in dagblad De West van 18 september 2024 en heeft als kop: Wim Bakker pleit voor vernieuwing binnen de NPS. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Wim Bakker, lid van de NPS, heeft in het radioprogramma ABC Actueel zijn bezorgdheid geuit over de manier waarop de partij wordt geleid. Volgens Bakker kan de politiek niet langer op de oude. Top-down manier worden gevoerd waarbij een klein groepje mensen de besluiten neemt en de achterban enkel volgelingen zijn en blijven. Bakker is al tien jaar betrokken bij initiatieven om de NPS te hervormen. Hij maakte deel uit van een commissie die voorstellen heeft gedaan om de partij te versterken. De belangrijkste punten van deze initiatiefgroep zijn ledenregistratie, het aanpassen van de statuten om elk lid stemrecht te geven en het houden van partijverkiezingen op basis van die ledenregistratie. Bakker betreurt echter dat in plaats van verdere gesprekken over deze voorstellen te voeren, de voorzitter van de partij in de media heeft beweerd dat de initiatiefgroep uit eigen belang handelt. Volgens Bakker krijgen mensen van buiten de partij, die geld meebrengen, ruw licht om campagne te voeren onder de vlag van de NPS, zonder duidelijke criteria of procedures voor lidmaatschap. Bakker waarschuwde daarnaast dat het verwaarlozen van de drie belangrijke pijlers van de partij, de intelligentsia, de middenklasse en de georganiseerde arbeid, de partij in een zwakke positie kan brengen. Tot slot sprak Bakker ook over de groep Movinawan, mensen met minder middelen, die volgens hem verzorgd moeten worden, omdat zij niet altijd de kennis en het inzicht hebben om de juiste leiders te kiezen. Tof is een stem van groot belang voor de toekomst van de partij. Het tweede stuk staat in ook in dagblad de West van 18 september 2024 en heeft als kop: Wisselkoers komt direct na het nieuws. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Steven Deby-Pesat, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, zegt desgevraagd dat de koersstijging direct kwam na het nieuws van de begin vorige week over loonrondes door de overheid, waarmee de uitgaven van de overheid verder zullen oplopen. Vooral nadat de overheid zelf heeft verklaard dat haar inkomsten niet toereikend zijn, aldus dus Deby-Pesat. Wanneer een wisselkoers direct stijgt na het nieuws, wijst dat meestal op een marktreactie op gepresenteerde informatie. Dit kan betekenen dat de markt de nieuwe informatie als positief beschouwt voor de valuta in kwestie. Voorbeelden van dergelijk nieuws kunnen zijn: economische indicatoren als bijvoorbeeld positieve cijfers, zoals een sterk werkverlegenheidsrapport of hoge economische groei. kan ook zijn dat monetair beleid een aankondiging van renteverhogingen of andere beleidsmaatregelen door de centrale bank die de aantrekkelijkheid van de valuta vergroot. Voortschal zoals in dit geval Debi Pesat benadrukte. Het nieuws zijn dat de politieke stabiliteit of de beleidsomstandigheden in een land verbetert. Ook handels- of investeringsovereenkomsten die nieuwe handelsakkoorden of investeringsmogelijkheden, die de economie van ons land kunnen stimuleren. Voorts wordt ter verluid gesteld dat deze positieve nieuwsitems de vraag naar valuta kunnen verhogen, waardoor de wisselkoers stijft. Maar volgens VS-voorzitter David Besat is het ook goed dat de regering zegt dat ze alle verhogingen zal terughalen uit belastingen om binnen de begrotingsafspraken te blijven. Nu de koers weer klimt worden de cambio's weer opgezocht, wat op zijn beurt de koers verder omhoog duwt. Vandaag noteerden een paar cambio's al meer dan SRD 30 voor de US dollar, al dus debie per zat. Maar het schijnt kan de stijging van de wisselkoers verschillende oorzaken hebben... en het feit dat mensen zich massaal naar cambio's, wisselkantoren, gaan, kan de koers verder doen stijven... Hier kunnen voorts naar verluid een paar factoren zoals vraag en aanbod een rol spelen. Wanneer veel mensen buitenlandse valuta willen kopen, bijvoorbeeld om te reizen, om schommelingen te vermijden of om te speculeren, stijgt de vraag naar buitenlandse valuta. Als het aanbod beperkt is, leidt dit tot een stijging van de koers. Het kan ook komen door economische onzekerheid. Als mensen weinig vertrouwen hebben in de lokale munt of de economie, gaan ze vaker hun geld omzetten naar stabielere of sterkere buitenlandse valuta. Dit creëert extra druk op de wisselkoers. Bijvoorbeeld wordt verduidelijkt dat wanneer de lokale inflatie toeneemt... ...verliest de lokale muntwaarde ten opzichte van buitenlandse valuta. Dit stimuleert mensen hun veld snel om te wisselen... ...wat de vraag naar buitenlandse valuta verder vergroot en de wisselkoers doet stijven. De monetaire en fiscale beleidsmaatregelen die ertoe leiden... ...dat veranderingen in het beleid van de centrale bank plaatsvinden... ...zoals renteverhogingen of wijzvingen in de veldvoorraad... Kunnen de waarde van een munt negatief beïnvloeden en speculanten naar cambio's doen trekken? Kort aangegeven wordt de stijgende vraag naar buitenlandse valuta door speculatie of onzekerheid en kan de wisselkoers verder stijven, wat vaak een vicieuze cirkel tot gevolg heeft. Dat waren dus twee stukken uit de Surinaamse media, dagbladen. Uw mening over deze stukken kunt u onderaan de video plaatsen conform de richtlijnen.